Welkom bij House of Vol. Mijn naam is Lisa en dit is mijn kleine plekje op het internet waar ik mijn handwerk laat zien. Ik brei, borduur, haak, soms kleding naaien en dat laat ik allemaal aan jullie zien. Alle projecten, wat goed gaat, wat fout gaat, wat ik ervan vond. Alles. Dus het hele plaatje. Ik hoop op deze manier ook een soort dagboek te kunnen creëren voor mezelf, waar ik kan zien over 5 jaar waar ik nu ben en waar ik tegen die tijd ben met wat ik allemaal geleerd heb en alles. Dus welkom. Vandaag is het aflevering 2 en het is ongeveer 2 weken geleden dat ik het eerste filmpje opnam van 2021, ook het eerste filmpje in het Nederlands. Dat blijf ik doen. Dit blijft een Nederlandse podcast, Nederlandse vlog. Het is vandaag trouwens een hele winderige, regenachtige dag. Het lijkt wel herfst, ondanks dat het winter is. Dus het kan zijn dat je af en toe wat wind hoort. Ik heb net ook al 100 keren een beetje opnieuw begonnen en gepauzeerd. Voor mijn gevoel vanwege dat er opeens gemeentewerkers langskwamen in van die autootjes en veegwagens en toestanden. Welkom in de stad. Je ziet ze nooit totdat je een filmpje wil opnemen. Maar goed, we zijn er. Het is een andere dag. Normaal doe ik het in het weekend. Dan zit ik boven. En dan zitten de kinderen beneden. Of mijn man is aan het wandelen met ze. Maar het is vandaag dinsdag dat ik het opneem. Mijn dochter is lekker uit logeren. Mijn zoon slaapt boven. En ik had dus even tijd. En dan kon ik lekker hier gaan zitten op mijn handwerkstekkie eigenlijk. Want ik zit eigenlijk niet op deze manier. De stoel staat normaal met de rug naar het raam toe. Nu zit het raam aan de zijkant. Voor het licht is dat wel een goed idee vandaag. Maar ja, ik zit eigenlijk altijd in deze stoel te handwerken. Of ik zit achter aan tafel. Dus ik vond het wel een mooie plek zo naast naast de plant. Dus laten we vandaag beginnen. Normaal gesproken beginnen podcast natuurlijk met wat iemand aan heeft. Dan wat ze afgemaakt hebben en dan de projecten waar ze nog mee bezig zijn en wat ze gekocht hebben uiteindelijk. Of plannen, of planning, plannen, planning. Nou, we kunnen de eerste twee als schrappen. Ik heb namelijk niks zelf gemaakt aan en ik heb niks afgemaakt. Dus laten we maar meteen doorgaan naar de WIPs, de Work in Progress. Ik moet wel zeggen dat ik ook niet zeker weet of ik die term ga blijven gebruiken. Want ik vind Engelse termen de hele tijd gaan gebruiken in een Nederlandse podcast. Waar je nu ook een discussie kan stellen over het gebruik van de naam podcast. Misschien moet ik het vlog gaan noemen. Een vlog is iets wat je kijkt en een podcast is iets wat je luistert. Dus laat even weten wat het beste is in daarin eigenlijk. Dan kan ik dat in de volgende aflevering meenemen. En dan ga je merken of ik het een podcast blijf noemen of een vlog. Maar goed, laten we over handwerk gaan hebben. Ik heb namelijk 2 projecten waar ik wel echt lekker aan heb gewerkt. Ik ben met een ander project ook gewoon heerlijk bezig. Ik kom wel in een iets andere flow terecht qua handwerk, merk ik. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ja, ik als handwerkster heb heel vaak een periode dat ik heel veel brei. Dan een periode dat ik veel borduur. Dan een periode dat ik alleen maar kleding probeer te maken. Wat dan meestal best wel mislukt. Dan een periode dat ik haak. En ja, zo heb ik steeds een periode dat ik 1 ding eigenlijk heel veel doe. Dat was de afgelopen tijd. Breien. En ik merk nu dat het breien wat aan het afnemen is. De breilust om dat te doen, ja, ik weet niet. Het wordt iets minder, dus het kan zijn dat je de volgende podcast iets meer borduren gaat zien. Ik zou dat ook wel heel erg leuk vinden, want het ligt al een tijdje een beetje stil. Maar goed, ik heb vandaag wel iets te laten zien en ik heb eigenlijk ook wel iets te vertellen. Want ik twijfelde wel even over of ik dat moest gaan delen, want het is ook negatieve kritiek is dat eigenlijk over een winkel en moet ik dat nou doen? En ja, ik twijfel er heel erg. Maar ik denk als wij niet eerlijk, als handwerkers niet eerlijk naar elkaar zijn en
alleen maar de leuke ervaringen delen met een webshop en hoe geweldig een webshop is. En we zeggen niet hoe vervelend een webshop kan zijn, dan zijn we ook niet helemaal eerlijk, toch? En ja, zo hoop ik jullie een beetje te kunnen behoeden om dezelfde fout te maken als ik. Laten we het daar maar bij houden. Want ik was met de Novi... No, ik moet even spieken hoor, sorry. De Novi Sweater Junior van Petite Knit bezig met Drops Sky. Licht lilag, wat ik vorige keer allemaal natuurlijk had verteld. En ik was bij de mouwen aangekomen. En ja, ik heb 2 mouwen af. Daar ben ik echt super blij mee. Maar dat is niet te danken aan de webshop waar ik de naalden had besteld. Ik bestelde eind 2020 bestelde ik van die kleine rondbreinaalden. Uiteraard heb ik namelijk de rondbreinaald niet bij de hand. Ja, lekker voorbereid, sorry. Maar ik bestelde dus van die kleine rondbreinaalden waarmee je goed een mouw kan breien. Ik gebruik deze kleine naald dus altijd al met sokken breien. En eigenlijk ook wel met de truien. Maar tot nu toe breide ik altijd op 3,5 en 3 en 2,5. Maar deze wordt gebreid op naald 4. Dus ik bestelde bij Wolplein. Ik noem jullie naam gewoon. Bij Wolplein bestelde ik de naaldjes 4, 4,5 en 5. En op de site stond toen leeftijd 3 à 5 werkdagen. Nou, was mijn ervaring al met hun dat je vaak toch wel een week à 2 weken moet wachten tot je bestelling in huis hebt. Vind ik helemaal niet erg. Ik bedoel, dat is wel een beetje niet helemaal van deze tijd. Maar handwerken is natuurlijk ook gewoon een langzame hobby. Zo zie ik dat maar. Het kost tijd, het zorgt voor ontspanning en dus een wol wat je bestelt mag ook best wel een week erover doen. Nou bestelde ik dus die naalden, dat een tijd geleden, en ik hoorde maar niks. En ik zag maar geen update. Dus toen ging ik op een gegeven moment maar eens even kijken op de site hoe lang het nog ging duren. Stond er inmiddels bij de naalden op de site dat het pas vanaf 18 januari geleverd zou worden. Of weer beschikbaar zou zijn. Dat zou betekenen dat mijn bestelling 3 à 4 weken zou kosten voordat het bij mij thuis was. Nou, dat vind ik dan weer niet van deze tijd als het uit Nederland komt. Ik bedoel, als ik iets in Denemarken bestel of in, noem maar andere, Verland, Litouwen, ik noem maar wat, dan mag het best wel een tijdje duren voordat het bij mij is. Ik bedoel, dat is logisch. Het is ver weg. Je hebt veel tussenstappen. Maar Nederland en 3-4 weken vond ik erg lang. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd dat ik mijn order wilde annuleren. Met netjes de reden waarom. En dat ik het ook niet meer echt van deze tijd vond. En dat ik dus ook niks had gehoord. Ja, kreeg ik alleen maar terug. We hebben uw bericht ontvangen. Uw order is geannuleerd. Uw geld wordt teruggestort. Punt. Dat was het. Geen eens een excuus. Ja, sorry, maar zo werken we niet met elkaar, toch? Ik bedoel, als je een foutje maakt of iets er is een keer wat tussen gekomen, kan gebeuren. Maar dan zeggen we sorry. Dat was niet gebeurd. Dus ik had die orde geannuleerd. Toen heb ik het bij Dol op Wol. Ik hoop dat ik het goed zeg. Had ik het besteld. En een dag later had ik het naaldje in huis. Ik heb toen alleen mijn naald 4 besteld. Want die had ik nodig. En een dag later had ik het in huis. Dus zo kan het ook. En het hoefde niet echt een dag later in huis te zijn. Maar ik was super blij mee dat het wel het geval was. Want ik kon eindelijk verder met mijn trui. Dus nu heb ik wel voor mezelf voorgenomen dat ik mijn wol en mijn naald of als ik iets nodig heb van handwerken, dat ik eerst ga kijken bij de kleine webshop, bij de kleine ondernemer. En het liefst de grote wolwinkel zoveel mogelijk links gaan laten liggen. Ik was niet zo'n fijne ervaring. Dat heeft alweer een hoop minuten gekost, deze ervaring te delen. Maar ja, ik vond het wel lastig om me dan te vertellen dat ik dus geen fijne ervaring meer heb gehad. Maar het is de realiteit en ik zal vast niet de enige zijn.
Dus laten we maar eerlijk tegen elkaar zijn als handwerkers onder elkaar. Ik bedoel, een keer een slechte recensie mag ook. In dit geval, het was een slechte recensie. Maar Dolle Bol dus niet. Die heeft gewoon gezorgd dat ik heel snel verder kon. Eindelijk met deze trui. En zo bereidde ik 2 mouwen. En hij wordt zo leuk. En ik heb hem bij mijn dochter al aangehad, gepast. En dit hoort eigenlijk echt een grote oversized trui te worden. Nou vind ik bij mijn dochter hele oversized kleding niet zo heel mooi. Ze is heel erg lang en slank. En als je dan echt van die zakken over erheen gaat trekken, dat staat natuurlijk niet zo tof. Nou sluit deze dus heel erg aan. Je hebt een pofmouwtje. Ik ga hem wel, als ik hem ga blokken, iets verbreden. Dat hij wel een klein beetje oversized wordt. Want nu sluit hij echt heel mooi aan. Maar ja, deze garen, dat is gewoon... Er zit zoveel rek nog in. Dus die kan ik wel iets op... Iets vergroten, iets opblokken. Hoe noem je zoiets? Weet ik niet. Maar ik heb dus de mouwen af. Ik heb de mouwen iets langer gebreid. Het moest volgens mij 23 centimeter zijn. Ik heb het 1 à 2 centimeter langer gebreid. En ik heb 12 van die boord gedaan. Ik denk, ik ga gewoon tellen, zoveel toeren en dat... Past perfect. Het zag er echt heel leuk uit. Het zag er echt... Dus nou ben ik met de onderkant bezig. En ik ben echt... Ik had vorige keer een marker gedaan. Maar ja, ik heb de mouwen afgebreid. En ik heb natuurlijk echt met 2 toeren gebreid nog aan de body. Maar het is toch al een hele trui aan het worden. En het volgende filmpje wil ik deze gewoon echt af hebben. Dan wil ik gewoon dat die geblokt is. Dat ik hem zo kan laten zien. En dat ik misschien zelfs een foto kan delen. Ik weet niet of me dat lukt dan. Hoe die eruit ziet bij mijn dochter. Nou moet ik wel meteen bekennen. Jullie gaan mijn dochter niet herkenbaar in beeld krijgen. Ik ben geen voorstander van kinderen herkenbaar in beeld brengen. Als je dat wel doet, geen oordeel. Echt niet. Dat is jullie keuze. Voor mij voelt dat niet goed. Dus het zijn altijd foto's. Altijd... handwerken of foto's van hoe iets staat onherkenbaar. Dus het kan wel zijn dat het midden rug is en zo. Dus het is niet zo dat je haar enthousiaste Becky gaat zien met de trui aan. Want dat is wel echt heel ongeduldig wanneer deze afkomt. De trui. Dus daar ben ik hard druk mee bezig. Ik zal de marker trouwens zo meteen even verplaatsen. 2 toeren omhoog. Meer had ik daar natuurlijk niet aan gebreid. Zodat ik de volgende keer kan laten zien, als dat nog niet af is, hoeveel ik heb gebreid. En anders dat ik hem gewoon zo kan tonen dat hij af is. Dan heb ik ook gebreid aan mijn sok. Aan de Elfenwood sok van This Handmade Life. Met de garen. Je weet het, de namen moet ik spieken, sorry daarvoor. Het ziet er een beetje gek uit dat ik niet in de camera kijk dan. Maar Vlog Fiber Studio... Het teken high sock en de kleur oxidatie. Dit heb ik echt al voor mijn gevoel 100 keer verteld. Misschien gewoon niet snel genoeg op. Maar ik heb de bovenkant. Die is helemaal af. En ik ben er echt heel blij mee. Hoe dat is geworden. Ik heb de hiel erin zitten. Daar ben ik iets minder blij mee. Ik weet niet. Ik begin deze hiel gewoon. Ja. Ik vind hem gewoon niet zo mooi meer. Ik denk dat ik de volgende keer bij de volgende sok de lipstick heel weer eens ga doen. En dan ga ik kijken hoe mooi ik die vind. En als ik die echt mooier vind, dan ga ik die blijven gebruiken. En als die natuurlijk goed houdt met als je er veel op loopt. Ik droeg mijn gebreide sokken met heel veel enthousiasme mijn vorige op in mijn werkschoenen. Nou ga ik dat niet meer doen. Want daar slijten ze wel iets te hard van. Want bij mijn vorige sokken zitten al gaten bij de tenen. Nou had ik hem ook, dat heb ik dus geleerd, iets te kort gebreid. Ik vind het heerlijk als het aansluit. Maar daardoor trekt hij toch iets meer bij de tenen. Iets te veel, waardoor hij sneller stuk gaat, denk ik. Want daar is het ook stuk gegaan. Dus het kan best zijn dat het helemaal niet uitmaakt dat ik het op mijn werk draag. Maar dat ik gewoon iets langer de voet moet breien. Zodat hij iets minder
is aangesloten op mijn teentjes, waardoor hij wat meer kan hebben. Ik ga ervan uit dat het is, dus dat ga ik bij deze sokken doen. En het idee was eigenlijk dat ik de toeren ga tellen met vanaf de hiel, dus vanaf hier, hoeveel toeren ik ga maken voordat ik ga afkanten, zodat ik de volgende keer ook precies weet zoveel toeren moet ik doen voordat ik op de juiste plek ben. Goed, dat gaat het opeens hakkelend. Maar ik ben wel heel erg blij met deze sok. En ik ben ook heel erg blij met de kleur. En ik maakte dus laatst een foto. Dat had ik al in mijn stories geplaatst. Dat ik deze gedeeld. En had ik bij een sjaal die ik vorige keer had laten zien gedeeld. En dat waren dezelfde kleuren. Dus dat ik een voorkeur heb voor een kleur, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar wie weet is deze volgende keer ook af. Ik denk het niet. De trui gaat voor eventjes. Dus. Het is wel een heel leuk project. Maar zoals ik al zei, de handwerkflow begint er een. Of de handwerkflow, de breiflow begint er een beetje uit te geraken. Ik wil weer een beetje goed zitten. Slokje water. Ja, ik kan niet vertellen in. Wel een hele leuke mok. Maar niet wat voor speciale koffie of thee ik drink. Ik drink meestal water. Dus, dan het borduren. Want ik heb maar eigenlijk drie echte projecten te laten zien vandaag. Er is post. Nou heb ik de neiging om op te springen om toch heen te kijken of het er is. Maar ik weet dat het er nog niet is. Ik heb iets besteld en dat komt morgen. Dus even terug naar het borduren. Nou heb ik hier een mega groot frame. Echt een mega groot frame. Kijk maar. Zie je hoe groot? Dat is mijn grootste frame van de. Hoe heet dat ook alweer? Millennium Frames. Maar ja, die andere was wel in gebruik met mijn andere borduurwerk. Dus ik heb deze gepakt. Ik had namelijk wel bedacht: ach, ik kan deze wel gewoon in de hand borduren. Of met een beduring. Maar ik ben te verwend. Het beduurt niet meer lekker om met de hand te beduren. Of in de hand. En al die stoffen op je schoot hebben liggen. Dit is veel fijner. En ja hoor. Ik heb gewoon ongeveer een vosje. En ik ben daar zo blij mee dat hij al zo mooi wordt. Het is natuurlijk de bedoeling dat deze van Joyful World. Ik ben niet heel goed in mijn Engels vandaag. Joyful World. Bij. Ik zet het hier even onderin. Hier. Dat deze eind januari af is. Het is vandaag de 19. Dus ik heb nog een paar dagen. Dus dat gaat wel lukken. En dan kan ik de volgende keer. Want dat moet wel. De volgende keer kan ik laten zien. Dat hij af is. En misschien ben ik dan al aan februari begonnen. Wie weet. Ik kan hier dus gewoon het patroon in laten zien. Dat is allemaal niet erg. Want het is een gratis patroon. En ja, je ziet het goed. Ik heb van die magneetjes. Om mijn stof zitten. Daar kan ik heel makkelijk de naald even op doen. Dan raak ik hem niet kwijt. En dat is mijn kunst. Of een draad erachter even vastmaken. Dat doe ik ook wel eens. En die heb ik ooit via Etsy bij iemand gekocht. Dus dat is mijn borduurwerk. En oh, ik ben er echt blij mee als ik het zie. En iemand vroeg laatst aan mij. Is het dan zo'n groot borduurwerk? Zijn er dan zoveel kruisjes? Maar ja, als je al kijkt dat één zo'n klein vakje al ruim 100 keer zal het zijn. 1, 2, 3, 4, 5. 100 keer 75 kruisjes is. Dus dat dan één vakje is. Dan zijn het eigenlijk wel heel veel kruisjes. Ik borduur hem ook op 18 count. Of, ja, het is net geen 8 kruisjes per centimeter volgens mij. Volgens mij is het of 8 kruisjes per centimeter of 7,5. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik had ook
Mijn man had ik een borduurlampje laten uitzoeken. Dus ik wil deze tip ook nog even meegeven met de borduursters onder ons. Of met een handwerkster die graag een beter lichtje wil hebben. Want ik heb alleen deze lamp. En deze lamp is geel. En niet zo veel licht geeft hij. Het is echt meer zo'n sierlamp. Dus mijn man had een heel simpel lampje uitgezocht. Die je kan opladen aan de USB. Ik ben niet zo voorstander van altijd maar batterijen. En ik vond het ook wel fijn dat ik geen snoer achter me aan hoefde mee te trekken. Want mijn borduurstandaard staat niet altijd op deze plek. Ik zet hem ook wel eens in de keuken bij de muur. Daar hebben we dan een ruimte. Zodat hij niet in de weg staat. Want het is natuurlijk een vrij groot ding. En dan is het wel fijn dat je niet met een draad hoeft te sjouwen. Nou, is deze van Livetastic. Er staat ook helemaal zo'n hartje op. Kijk. Hartje. En het fijne van dit lampje is dat hij dimbaar is. Als je hem wil dimmen. En hij is ook, dan weet ik niet of hij doet. Ja, hij doet het nu wel, maar dat kunnen jullie niet zien. Je kan hem ook zachter maken, dus geel. Dus dan is hij niet zo hard. Ja, je hebt hem dan echt wit, zeg maar. Dat kunnen jullie denk ik wel zien. Dan heb je hem echt geel. Ja, dat kunnen jullie ook wel een beetje zien. En dan heb je hem nog gemengd. En dat kunnen jullie dan volgens mij niet zien. Nee. Dan heb je, ze hebben de verschillende lampjes in zitten. Ze hebben de witte en gele lampjes in zitten. Voor oranje lampjes. Dus dat is echt een tip. Dit is echt een heel fijn lampje. Die ik gewoon zo hup, op mijn borduurstandaard zet. En dan kan ik heerlijk borduren. Dus die tip heb ik nog meegeven. Dat was een goede keuze van mijn man. Die laat ik altijd dat soort dingen uitzoeken. Als ik een lampje moet gaan uitzoeken of iets moet gaan regelen, dan ben ik het allemaal. Ja, dan heb je zoveel keus tegenwoordig dat niet aan mij besteed. Maar zoals ik net al stiekem. Nee, we gaan eerst de wol laten zien. Want ik had ook wol binnengekregen. En zoals iedere handwerkster inmiddels heb ik de indruk, zeggen we allemaal dat we onze voorraad willen verkleinen. En dat we allemaal het allemaal een beetje op willen maken en niks willen kopen. En ondertussen koopt iedereen wel een beetje wat. En zijn we allemaal gewoon aan het genieten van als we een pakketje wol binnenkrijgen of iets anders. Zo ook ik. Het is ik weet eigenlijk niet meer waarom of hoe ik erop kwam. Ik weet wel dat, ja, ik ben ook gewoon, ik ben niet geen voorstander van hoe de wereld in elkaar zit. Maar altijd maar meer moeten kopen, beter, groter en dan echt om niks. Want eigenlijk hebben we allemaal, dat is niet waar. In ieder geval, eigenlijk heb ik het gewoon supergoed. Hebben alles, werkt prima en hoef ik niks nieuws. En heb ik ook een leuke voorraad. Maar ik maak toch, ondanks mijn leuke voorraad, dat ik de projecten die ik heb klaarliggen niet allemaal even veel zin in heb op dit moment. En toen dacht ik, of toen zag ik, bij, moet ik even spieken, Cross and Woods, de webshop, Nederlands webshop met een mooie Engelse naam, zag ik dat ze olongaren binnen hadden gekregen. En ik had 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, had ik op de hotdogbeurs voor het eerst olongaren gekocht. Dat was ook een blip uit mijn lijf, want het is niet goedkoop, de garen. En dat vond ik zo verschrikkelijk fijn breien. Dat was, ja, zo mooi. En ik heb toen ook het eerste pakje wat ik voor mijn zoon heb gebreid, heb ik ook van olongaren gemaakt. Ik had volgens mij 1 streng of 2 strengen gekocht. In ieder geval had ik meer dan genoeg om een kraamcadeautje te maken. En ik kon dus hetzelfde patroon ook nog een keertje voor mijn zoon maken. Dat heb ik toen gedaan. En dat breide zo heerlijk. En de wol was zo zacht en prikte niet. En het was zo babyproof dat ik dacht van, nou, als ik voor mijn kinderen nog een keer wat wil maken. Terwijl 2021 voor mij zou worden dat ik voor mezelf zou gaan breien. Dan kan ik misschien weer olongaren kopen. En dat heb ik dus gedaan.
Ik heb de kleur vanel gekocht, 2 strengen. Zie hoe mooi. Dit is handgeverfde garen uit Ierland. Meer informatie heb ik niet voor jullie. Dan moeten jullie even kijken bij Olam zelf. Ik raad het echt aan. Ik vind het echt super fijn en garen. Het is wel, als je dit voor kinderen gaat gebruiken. Kijk, ik ging dat voor mijn... Of ik heb dit gekocht met het idee. 2 strengen dat ik iets redelijk genderneutraal ga maken. Wat dan zowel mijn zoon als dochter kunnen gaan dragen. Dus dat ze allebei het aan kunnen. Dus dat ik niet een heel meisjesachtig iets ga maken. Maar dat door beide kinderen gedragen kan worden. Dus dat was deze. Heb ik gekocht. En ik heb deze gekocht. Dit is de kleur Telus, ik moet het wel goed zeggen. Ik denk dat je het eigenlijk zo zegt, ik weet het niet. Ook een hele mooie garen. Nou heb ik wel op internet gekeken wat ik zou gaan maken en alles. Maar toen ik het eenmaal in huis had, toen wist ik het niet meer zeker. Dus ik heb in ieder geval een hele mooie garen binnen. Wat ik ga opbreien. En mocht het anders nou niks worden. En ze zijn inmiddels groot en ik heb te weinig garen. Het is sokkengaren. Dus ik kan er altijd nog hele mooie sokken van gaan breien. Misschien doe ik dat wel met een van de strengen. Ik weet het nog niet. Het is gewoon hele mooie wol. Wat gewoon... Ja, ik word er gewoon heel blij van. En als laatste had ik van The Daughter of Shepper. The Daughter of a Shepper. Had ik ook garen gekocht. En dat is dan 50% Hebridian, 25% Zwart Bles en 25% Exmo Blue Face. Nou, als dat geen leuke mix is. En had ik deze. En dit prikt wel. Dit is hoe de Engelsen het zouden zeggen. Itchy. En dat is niet erg, want ik ga er een haarband van maken. En ik heb al helemaal bedacht wat ik wil gaan maken. Ik was eerst op internet aan het kijken voor de juiste haarband bij deze wol. En het ruikt zo lekker naar schaap. Het is echt. Ik word hier heel blij van. Ik kan er heel slecht tegen de huid zelf. Dan kan ik echt daar gewoon jeuk als ik hier een trui van zou moeten gaan maken. Maar van die geur, daar word ik wel echt heel blij van. Maar ik ga er dus een haarband van maken. Want ja, nu toevallig dan niet. Omdat ik nogal veel pijn heb aan mijn hoofdhuid de laatste week. Geen idee waarom. Mijn haar wordt langer en hij moet nog wennen, denk ik. Maar normaal gesproken draag ik altijd haarbanden. Het liefst. Of doeken. Of in ieder geval iets in mijn haar. En toen dacht ik, als ik nou zelf eentje maak van een mooie wol. Dan word ik helemaal blij. En dan kan ik zeggen dat ik het zelf heb gemaakt. En dan kan ik het heel veel gebruiken. En ik was wel op Ravelry aan het zoeken naar de juiste. Maar dat heb ik nog niet gevonden. Dus het kan zijn dat ik zelf het ga bedenken. En hopelijk dat het deze keer wel lukt. Want bij de sokken werkte dat niet. Maar misschien deze keer wel. Dus dat was mijn wol. Maar ja, het is niet het enige wat ik heb gekocht. Zegt degene die niks meer zou kopen. Maar goed. Dat maakt me niet uit, want ik word er gelukkig van. Zoals de meesten wel weten, heb ik heel veel borduurwerken openstaan. En al die borduurwerken geven me heel veel plezier. Alleen, ik zou ze niet zo ophangen in huis. De borduurwerken waar ik nu heel veel aan werk, behalve dan dat project voor dit jaar dat ik iedere maand een borduurwerk afmaak. De andere, dus de Sleepy Princess en Downtown, dat zijn allemaal borduurwerken wat ik eigenlijk meer geschikt vind voor de kinderkamer. Ik zou dat niet in huis beneden ophangen, ik zou het in de gang ophangen of op een van de kinderkamers. Maar ik wilde ook eigenlijk stiekem wel iets
maken wat ik mooi vind, wat me plezier geeft voor aan mijn kant van het bed, boven mijn bed. En al heel lang geleden, ik zal even het scherm wat als hij gaat meewerken, want hij werkt niet mee. Krijg je als het scherm helemaal gescheurd is. Dan reageert hij niet meer zo goed. Maar een heel tijd geleden zag ik al ooit eens dit meisje. En toen werd ik wel verliefd. En toen dacht ik nog, nee, ik mag geen nieuw borduurwerk starten. En ik was namelijk net het meisje op het strand begonnen, wat ik ook weer mee gestopt ben, omdat de kleuren... Er zat een hele rare kleur op het strand. Hele rare kleuren, geel en zo. En dat klopte niet. En dat zag er dus niet uit. Dus daar ben ik toen mee gestopt. En ik heb dus gisteren AIDA-stof, 8 kruisje per centimeter, besteld. Om deze te gaan maken. Dus deze gaan jullie aankomende tijd ook zien groeien. En ik begin braaf bij pagina 1. Dat is deze boek. Heel saai wordt dat dus in het begin. Want dat... Hij doet gek. Heel saai, want het is natuurlijk alleen maar donker, donker, donker. Maar ja, ik heb wel heel veel zin in. En waarom deze trouwens me zo aanspreekt, omdat op dit moment ben ik ook boeken aan het lezen. En dat is allemaal boeken, boeken aan het lezen. Het zijn breiboeken vanuit 1800, 1900. En ik wil daar ook wat handwerkprojecten uit gaan maken. En ik ben ook aan het inlezen om een walking skirt te maken. En die komt uit 19 nog wat. Dus echt oude stijl. En ik vind dat zo mooi. En ik draag zelf heel graag lange jurken. Nu dat ik net zwanger ben geweest, draag ik heel veel van deze truien en zo. Maar ja, ik word veel blijer van jurken. En toch wel een beetje van deze stijl. Niet helemaal zo opgedoft met dat. Maar wel een klein beetje. Dus ik vond deze wel heel toepasselijk. Om te gaan maken. Dus dat ga ik ook doen. Dus misschien kan ik de volgende keer al wat laten zien. Dat was het. Opeens random, dat was het. Nee, ik ben ook dus inderdaad... ik heb nu 3 boeken gedownload. Het voordeel met van die ouderwetse boeken... is dat je ze tegenwoordig eigenlijk allemaal wel van internet kan halen. Omdat er geen copyright meer op zit. Dus ik ben nu heel rustig aan het puzzelen, aan het lezen, aan het uitvogelen. Om bijvoorbeeld een keer van die 1800 sokken een keer te breien of zo uit. 1800 een patroon of iets anders. Ik heb al wel veel leuks voorbij zien komen wat andere mensen hebben gedaan. En ik denk als ik inderdaad zo'n rok ga naaien waar ik... wel even een stap moet zetten qua zelfvertrouwen, want ik ben echt heel erg bang dat ik het fout ga maken en dat het er allemaal niet uitziet. Dan is het ook wel leuk als je wat breiwerk erbij kan doen. Wat een omslag iets of zo, of ik weet niet. Dus er komt nog veel meer leuks aan, hoop ik dit jaar. En misschien wel een beetje in de oude stijl. Ik had natuurlijk ook niet voor niets een beetje een vintage look-achtig brilletje uitgekozen, want ik vind die stijl gewoon veel leuk. En je ziet mij ook niet in een... of je ziet mij niet vrijwillig in een spijkerbroek rondlopen. Ik vind een rok veel mooier en... ja. Dus. Dan weten we dat er nog van alles aankomt. En dat was het. Ik heb verder niks. Ik heb verder dus niks gebreid. Ik vind trouwens ook best wel veel gebreid voor mij doen met 2 kinderen, maar goed. Ik heb verder niks gebreid. Ik heb mijn borduurwerk. Ben ik fanatiek mee bezig om januari af te krijgen. En ik kan straks aan een nieuw borduurwerk beginnen. Niet heel slim, want ik had al zoveel leuks natuurlijk. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus de volgende keer hoop ik dat de trui af is voor mijn dochter. Dat januari af is. Dat is gewoon het doel natuurlijk. En dat ik een hele nieuwe erfse start heb met een Heaven and Earth design. Ze heet trouwens, het is natuurlijk wel grappig om even te vertellen hoe dat heet. Het is Madame V, F-A-E, V,
van Annie Steg. Ik denk dat dat Duits is. S-T-E-G-V. Steg. Dus misschien heb ik volgende keer een update van haar, van dat meisje. En ik heb deze al in mijn Pattern Keeper app gezet. En ik zag dat hij er echt heel mooi uit komt te zien. Dus ik heb er heel veel zin in om te beginnen. Dus nu ga ik gewoon weer lekker verder breien. Mijn zoon slaapt nog. Dus ik heb even handwerktijd. Dus ik zou zeggen, doeg, tot de volgende keer. En het volgende filmpje is over 2 weekjes. En dan heb ik weer nieuwe updates als het goed is. Tot dan, doeg!